Ja. Ik schilder ook nog zonder tieten. Ja, dan doe je dat al lang. Nee, wij zonder door. Nee, ik schilder al een jaar of 10. Ja. En de tekeningen en de schilderij zonden altijd achter de piano. Ja. En alleen iemand heeft ze wachten vandaag gehaald en gedacht van nou, dat zijn mooie schilderijen. Ja. Daar ga ik wat mee doen. En die heeft ze gecommandeerd op internet, adressen gezocht en mensen aangeschreven. Maar uiteindelijk kwam ook de pool en de push-functie. En uiteindelijk werd ook mensen gewoon belangstellend waren. Nou, bijvoorbeeld maak ik allemaal nog meer. Nou, ik maak ook nog. Ik maak een hele hoop titel. Ja. Maak wel gewoon heel veel schilderijen, 100 titel. Ja. En, maar ik hoorde ook dat je al wat meer steden hangt nu op dit moment. Ja, ik heb dit met onlangs geëxposeerd in Haarlem. Ik hang nu tegelijkertijd in Den Bosch, zonder titel. Ik hang in Amsterdam in Vloker, vlak bij de Rembrandtoren, ook zonder titel. Redelijk gemelangeerd, zou ik maar zeggen. Ja, en je zit zelf in de reclame? Ik zit zelf in de reclame, ik heb een reclamebureau. En dit is een soort vrije tijdsbesteding. Maar jij zei dat het kunst achter de piano vandaan haalt. Ja, de tekeningen die ik maak, ik ben er nooit zo mee bezig. Maar achter de piano, speel je ook piano? Nee, mijn kinderen spelen piano. Oh, vandaar. Ja. Daarom de tekeningen die ik maak. Nou, ik vind het mooi. En, dat is goed voor later, dan zet ik ze weg. Zo, ja. Zo, kijk,